Dag allemaal en welkom bij weer de volgende eindejaarsvideo. Ik zat... De laatste, Ja, het is alweer de laatste. Het is de allerlaatste. Ja, nog niet zo lang geleden zat ik aan die kant in een oude Pontiac. Nu zit ik op de rechterstoel in een hele moderne Ford Mustang, Marco. Ja, Ford Mustang Mach-E. En dat was niet helemaal de bedoeling. Nee. Want zoals de kijkers weten, normaal gesproken ga ik voor dik spul in de eindejaarsvideo. En vorig jaar is het niet gelukt, want toen moest ik de Astra van Roy overnemen, omdat die een dikke Porsche had. Ja. En dit jaar had hij een dikke Ferrari. Ja. En ik dacht, nou, dit jaar ga ik ook dik. Dus ik had iets geregeld met een hele grote V8 met heel veel vermogen. En toen? Ja, het nadeel van auto's met dikke V8 is dat ze nog wel een stuk willen gaan. Dus ja, toen moest ik iets anders bedenken. Gelukkig hebben we de Ford Mustang Mach-E, said nobody ever. Het is wel een dikke auto. Ja, het is een dikke auto. Ja, ja. Dat is zeker waar. En hij ken hard. En hij ken hard en hij heeft achterwielaandrijving. Ja. Ook nog. Het enige is dat je wat potjes mist voorin. Nou ja, ik wilde het toch wel even een beetje hebben over iets dat met het afgelopen jaar wel een beetje in negatieve zin is opgevallen. Dat merken continu maar terug blijven grijpen naar het verleden. Nou, dat is één ding. Hè. We krijgen een nieuwe Renault 5 en ze komen er een hele hoop. Fiat 500 is vernieuwd, et cetera, et cetera. Ja, ja. Nou, oké, dat is tot daar aan toe. Daar valt wat voor te zeggen. Daar is nog een connectie met het verleden te maken, met wat creativiteit. Maar waar ik echt een beetje zuur van begin te worden is marketeers die dan een naam uit het verleden plakken op een auto die echt helemaal niks met het verleden te maken heeft. Zoals een Ford Mustang bijvoorbeeld. Ja. En het is helemaal niet dat ik dit een beroerde auto vind. Zeker niet als je bedenkt dat hij toch echt al wel een paar jaartjes op de markt is. Ze hebben hem een beetje geüpdate. En het is best een oké ding. Alleen het heeft gewoon echt helemaal niets met een Mustang te maken. Want een Mustang, dat is eigenlijk gewoon simpele techniek uit een bestaand, een beetje saai model. En in eerste instantie de Ford Falcon. En daar zetten we dan een sexy koetsje overheen. En dan spreekt het een jongere doelgroep aan. Nou, hè, en dat idee kunnen we vaststellen is heel goed geslaagd. Want ze hebben er een heleboel van verkocht. En de Mustang is echt wel een icoon geworden. Zeker. Maar dit staat niet op techniek van een beetje een bedaagde familie sedan. Het heeft geen V8. Het heeft gewoon echt helemaal niets met de Mustang te maken. Nee, het is echt een marketing dingetje. En dat werd natuurlijk al vrij snel duidelijk. Bij de introductie van die auto werd dezezelfde vraag en dezezelfde opmerking al gesteld. Ja, maar het wordt steeds erger, want sindsdien hebben we ook de Puma gekregen. Nou, dit jaar kregen we de S-Pass. Daar was ik bij de persintroductie. Dat was echt treurig. Hoe praten ze dat dan recht? Nou, dan gaan ze... Kijk, we hebben bakjes in de middenconsole. Net als een S-Pass. Oh. Dan denk ik, ja... En net als een Ford Mustang Mach-E en welke willekeurige andere auto die je dan ook kan bedenken. En hij heeft ook een stuur. Ja, precies. En vier wielen. Ja. Het is zo dun allemaal. En ik vind het helemaal niet erg dat de automotorwereld een andere kant op gaat. En dat de MPV's uitzijden en SUV's. Helemaal prima. Ik bedoel, de markt heeft altijd gelijk. Maar betekent dan wat nieuws. Zijn er nog nieuwe namen te bedenken? Want je krijgt natuurlijk de vreemdste woorden eigenlijk. Die betekenen soms niet eens wat. Maar ja, het klinkt wel lekker. Ja, maar al maak je er een nummertje van, maakt me niet uit. Maar probeer niet nummers hebben we ook genoeg hoor. Dat is zeker weten waar. Maar probeer nou niet krampachtig een naam te plakken op een auto die helemaal niets met die naam te maken heeft. Want dat verdunt je bloedlijn zo. Ik geloof dat je punten te pakken. Nou, nu we het toch over moeilijke namen hebben. Ja. Ik wil het ook nog even hebben over de influx van nieuwe merken die we krijgen. Want we roepen, ik denk al sinds ik bij Autoweek werk. Dus dat is lang. Twee jaar al? Ja, al twee. Het waren twee fantastische dagen. Ja. 2008, hè, kom ik stage lopen. Ja. Toen had jij nog veel minder grijs haar. Oh ja, en toen was jij nog veel bij de hamper. Nog bij de hamper. Ja. Sindsdien roepen we al, de Chinezen komen eraan. Nou, ze zijn er. Ja. In hele grote getalen. En op zich is dat leuk. In die zin dat de elektrische auto maakt heel veel. Maakt eigenlijk het speelveld weer helemaal gelijk. Dus alle merken beginnen min of meer op nul. En dat is heel leuk als je kijkt naar bijvoorbeeld een merk als Lucid. Wat echt een kans maakt om in de markt te komen met een technologisch erg indrukwekkende auto. Maar heel veel van die Chinezen, MG doet het op prijs. Nou, dat lukt heel aardig. Nou, dan heb je BYD, dat is zo groot, dat rolt in één keer gewoon heel gamma uit en ze zijn er. Ja. Maar wat ik jammer vind is dat er zoveel, het biedt zoveel kansen en toch is er zoveel middelmaat. Dingen als iWays, dingen als NIO, het is allemaal wel oké. Okay. Het wordt maar uitgestort inderdaad, maar daar moet een idee achter zitten. Het is een beetje, het voelt een beetje als schieten met hagel. Nou dat. We gooien gewoon heel veel dingen over de schutting, als tegen het plafond kijken wat blijft plakken. Ja. Ja, en ik vind dat, daar had ik toch eigenlijk eventjes net iets meer van gehoopt, als ik heel eerlijk ben. Wie geef jij de meeste kans op overleven? Wie zijn er nog over, laten we zeggen, 5 jaar?
Van al die van nieuwe merken? Die je niet net noemt. Ik denk dat Stellantis gaat sowieso uitdunnen. Ik denk dat de merk als DS dat gaat gewoon verdwijnen, want het heeft geen enkele toegevoegde waarde. En, zo, gaan we off-roaden. Ondertussen wordt het wel steeds minder rood en steeds meer off-road, hè? De weg gaat weer gewoon op. We hebben een dikke SUV, man. Ja, met zonder vierwielaandrijving. Dus ik ga even keren. Het is altijd een goed idee, dit. Ik moet ook zeggen dat de achteruitrijcamera van dit ding... Die heb je toch niet nodig? Weet je, de ziel van de Maaikever bezien. Jawel, want door die Mustang Heritage zie je geen flikker door de achteruit. Dat is Heritage. Waar was ik? Ik denk dat Stellantis gaat uitdunnen. Iways, dat zie ik niet gebeuren. Nio zie ik niet gebeuren. Voya zie ik niet gebeuren. De Voya Free. BYD zie ik wel blijven. Die zijn zo groot, die kunnen dat ook leiden. Dat is een beetje de Elon Musk methode. Hè? We leiden gewoon heel veel vlies, maar dan winnen we wel marktaandeel. Ja. MG zie ik ook nog wel blijven. Omdat ze nu toch wel redelijk voet tussen de deur hebben geschopt met de 4 en de ZSEV. Die hebben een duidelijke positie. Inderdaad. Precies. Dat is een beetje voordelig. En daar houdt het wel een beetje mee op, denk ik. Als ik heel eerlijk ben. Of misschien zitten wij over 5 jaar weer samen in een eindejaarsvideo. Ja. Ik wat zeggen. Ja. En je kunt hier wel rechts, hoor. Kan ik hier rechts? Daar ben ik ook geweest. Daar ben je ook geweest. Over deze soort van tijdelijke ponton. Dit kan ook. Doe dan. Hier. Ja, jij zegt hier naar rechts. Nou ja, ik bedoel eigenlijk volgende bruggetje. Volgende bruggetje. Deze is spannender. En toen ging ik daarheen. Oh, toen ging je daarheen? Toen ging jij hier. Je bent wel echt, qua navigatiesysteem kan het beter, hoor. Ja, dat doe ik altijd expres, want dan mag ik de volgende keer weer rijden. Anyway. Zal ik de fles azijn dan maar gewoon helemaal leeg drinken? Ja. Ik had nog één. Ja, had jij nog een zuur onderwerp? Ja, ik had nog een zuur. Ik had eigenlijk één leuk onderwerp, dat was de auto. Maar ja, die is er niet, dus dan blijven alleen de zure onderwerpen over. Ik had trouwens laatst wel een leuke Mustang. Oh ja. Namelijk de Mustang. De Mustang met V8. Met V8 en een Mustang Rijder, hè? Ja, en een Mustang Rijder. Onze inmiddels ex-vormgever Joris. Ja, ja. Wat vond hij er eigenlijk van? Van deze? Ja. Nou, daar had hij een mening over. Oké, okay, nou, ja, dan, nou, dan weet ik genoeg. Dat verhaal dat moet nog verschijnen op het moment dat wij dit opnemen. In Autoweek wordt een leuk, gezellig verhaal. Oud tegen nieuw. Oud tegen nieuw. Mustang. Iedereen wint. Oké. Okay. Hey, ik wilde het ook nog even hebben over de transitie die sportwagens maken. Ja. We zien er natuurlijk steeds meer plug-in hybride techniek. Vorig jaar reed ik de McLaren Artura en de Ferrari 296 GTB. Ja. Twee auto's die uiteraard heel erg veel kosten, dus dan kun je het ook goed maken. Maar dat waren auto's waarvan ik dacht, nou, als dit nou de manier is om de supercar te redden, dan komen we er wel. Dit is het overleven. Met een stukje elektrificatie. Met een stukje elektrificatie, klein beetje elektrisch rijden. En voor de rest ondersteunt de elektromotor de verbrandingsmotor. Dat is dan geen atmosferische 15 cilinder meer, maar gewoon een V6 met turbo's. Maar het waren leuke auto's om te rijden. Echt, het voelde nog steeds wel speciaal. Ik voel een aankomen. Ja, want dit jaar reed ik de Mercedes AMG C63 S e-performance Estate 4MATIC Plus, denk ik. Volgens mij heb ik ze dan allemaal erin zitten. Uit Stuttgart. Ja, uit Stuttgart. Ja, Vattenbach. Oh ja, nee, uit de Vattenbach, want dat staat op de motorkap ook nog. Oh, oké. Okay. En dat is dus een plug-in hybride. Ja. Een 4-cilinder turbo met een elektromotor en 2 versnellingsbakken. En dat weegt dan, zeg even 2 ton. Ja. En het gaat 1 keer heel hard. En dan is de accu leeg en dan verlies je op iets van 150 pk aan elektrovermogen. Mm-hmm. Het werkt gewoon niet. Er zit totaal geen beleving in. Maar het gaat ook gewoon, het gaat niet lang mee. Want als je er hard mee gaat, dan moet je het dus ook weer hard vertragen. Ja. En dat lukt met 2 ton gewoon niet. Er zit gewoon te veel in zo'n auto om te bewijzen eigenlijk wat die zou moeten zijn. Alles wat die M3 Touring, waar Stefan mee reed eerder in deze rubriek, geweldig maakt, dat mist dus in die AMG. Het is te ingewikkeld, te complex en vooral veel en veel te zwaar. En dat vind ik jammer, want AMG droeg ik altijd een warm hart toe. En ik denk dat ze doen hetzelfde systeem min of meer in de duurdere auto's, maar dan met een 4 liter V8 met 2 turbo's. Ja. Dan zie ik het werken. Ja, en in een SUV dan weet je weet gewoon dat is zwaar. Dus dat gaat knetterhard, maar je weet ook, er komt een hoop gewicht achteraan. Ja. Maar in zo'n C-klasse wil je dat gewoon. Nee, het is echt, als je daar een beetje mee gaat trappen op een bergweg, dan de remmen worden veel te heet. Dat maakt de banden weer te heet. En als de banden te heet worden, dan gaat die ondersturen. Want er ligt nog steeds wel een flinke motor voorin. En dan is het gewoon echt niet leuk. En dan denk ik, als het zo moet, stop er dan maar mee. Dan maar zitten. Als we vinden dat het niet meer kan, hè, snelle auto's die veel benzine verbruiken, prima, is een keuze, kan ik me invinden. Maar stop er dan gewoon helemaal mee. Kortom, plak geen namen uit het verleden op dingen die de vergaande glorie toch niet meer kunnen evenaren. Wauw. Mooi, hè?
Heb je nog een positieve noot om dit hele, deze hele rant mee te eindigen? Mijn V8 ging dus niet door. Ja. En toen moest ik even snel iets regelen. Dus dat werd automatisch een auto uit de duurtestpool. Want dat is het enige wat ik in een paar uurtjes kan regelen. En eigenlijk wilde ik de Dacia Sandero doen, maar die had Damiana al. Maar dat vind ik een topauto, joh. 22.000 euro, rij je op gas. Ding verbruikt 1 op 14 of zo, op gas. Ja. Het goedkoper rijden dan dat kan niet. Ik vind het een hele sympathieke auto. De auto's die wel kloppen, gesproken. Nou, die auto neemt een duidelijke marktpositie in. Ja. Er zit een gedachte achter waar ik in kan komen. Dus allemaal aan de Dacia Sandero. Oké. En on that bombshell. Gaan we 2024 in. Ja, gaan we 2023 uitzwaaien. Beste mensen, het was me het jaartje wel weer. Volgend jaar weer opnieuw. Het allerbeste.